Ik vind het niet een kwalijke zaak hoor, eerlijk gezegd. Land vol met plastic kan niet de bedoeling zijn. Nee. Hoe kan het dat er zoveel plastic in compost zit en in die hele GFT-keten? Want dat is zeer ongewenst. Het is echt erg. Eigenlijk had ik dat niet gedacht. Het is allemaal plastic, kijk maar. Allemaal plastic. Kijk. Als je echt gaat kijken, dat heb ik nooit zo bewust gedaan, eerlijk gezegd hoor. Maar nu ik het zo kijk, want ik zie het zo allemaal liggen. Bergen met gratis compost werden in maart op de Nationale Compostdag aangeboden door de gemeente aan tuinders. Iedereen was blij met de bodemverrijker, maar die blijdschap slaat snel om als blijkt dat er veel plastic tussen de gratis compost zit. Ik heb natuurlijk wel eens een keer plastic stukjes gezien, maar en wel gedacht van goh, in compost, het is mest voor je tuin. Maar ja, het zit er allemaal in. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind dat heel erg. En dat wordt alsmaar erger. Want je doet het ieder jaar, hè, dat compost erop. En we hebben 10 jaar al compost van de gemeente. Hier zien we het plastic wat we uit het GFT CQ compost geven. Van hoeveel dagen is dit? Dit is van een paar uur wat daar ligt, het plastic. Veel mensen gooien plastic in de groene container en bij de HVC in Purmerend merken ze dat. Daar verzamelen ze het GFT-afval en maken er compost van. Ondanks dat het verontreinigde groene afval een wekenlang proces ondergaat, kan de afvalverwerker niet al het plastic eruit halen. Dit is het eindproduct. Dit is het eindproduct. Zit hier plastic tussen? Ja, helaas nog wel. Ja, kunt u eens wat pakken? Nou kijk, hier een heel klein stukje zie je. Dit is een stukje plastic. En dat zie je ook goed dat het door het proces is gegaan. Het is helemaal verkleind. En u begrijpt, dit is al bijna de deeltjesgrootte, wordt bijna compost. En zo moeilijk is het om het eruit te halen. Maar het is niet de bedoeling? Nee, absoluut niet. Waarom zit het er dan nog tussen? Wij doen heel erg ons best om het eruit te halen. Maar als dit aan de voorkant er niet in zou zitten, dan komt het aan de achterkant er ook niet uit. Op de Nationale Compostdag werd alleen al door HVC zelf ruim 2 miljoen kilo compost verstrekt. En die hoeveelheid neemt nog steeds toe, want buiten de hekken van het afvalbedrijf in Purmerend ligt nog een berg gratis af te halen compost. Wij verzamelen diverse grotere en kleinere stukken plastic die we daar aantreffen. Heel mooi natuurlijk dat je hier je eigen compost kan scheppen. Ook gemeenten maken gebruik hiervan. En zo komt het in plantsoenen, tuinen en volkstuinen terecht. Heeft keurcompost, is dat nog belangrijk wat er dan, hoe groot het dan is wat er aan plastic stukjes in zit? Ja, in principe mogen grotere stukken er niet in. Zegt Arjan Brinkman van branchevereniging Organische Reststoffen. De branchevereniging heeft samen met de vereniging Afvalbedrijven een eigen keurmerk onder de naam Keurcompost. Geen enkele compost is helemaal vrij van verontreinigingen. Compostproducenten die getroosten zijn grote inspanningen, doen grote investeringen om de verontreinigingen uit compost te halen. Volgens de wet mag 1000 kilo compost maximaal 5 kilo glas, steen of plastic bevatten. Het keurcompost van de branche heeft strengere eisen. Daarbinnen is weer een onderscheid in kwaliteit. Er zijn 3 typen. In C mag maximaal 2 kilo plastic per 1000 kilo zitten. In B 1 kilo per 1000 kilo. En in A een halve kilo per 1000 kilo. We moeten ook echt niet doen alsof keurcompost wat veel verder gaat dan de wettelijke eisen, alsof dat nou een heel erg vies product is. Dat moeten we gewoon niet doen. Het zit wel bij C, daar zit behoorlijk wat plastic in en dat gaat gewoon het land op. Ja, u refereert steeds naar voorbeelden die u heeft gezien. Nogmaals, ik kan niet
Nou ja, wat wij van hieruit ook horen niet beoordelen van of dat keurcompost klasse C is. Nou ja, en daar heeft dus precies ook die afnemer van die compost, die dus blijkbaar voor een prikkie klasse C wil hebben, die heeft dus een verantwoordelijkheid. Iedereen, die zou ook iets meer kunnen uitgeven iedereen heeft om toch klasse zo B of klasse A te iedereen kopen. Heeft dan toch zijn verantwoordelijkheid? Ik heb u net aangegeven, compostproducenten nemen heel erg hun verantwoordelijkheid. Ze zijn keurcompost gecertificeerd. Ze investeren zwaar in opwerking van compost om daar verontreinigingen uit te halen. En vervolgens is er zoiets als marktwerking. Ja, er moet wel vraag zijn naar een product. Dit is een nieuwe zeef. Die wordt straks in het proces erbij gezet om de kwaliteit van compost nogmaals te verhogen. Want wat voor kwaliteit kunnen jullie nu leveren? B, soms A en soms ook C. De consument, de gemeente in dit geval, die kan kiezen welke kwaliteiten ze wil hebben voor eigen gebruik of om aan te bieden aan de burger. He, dus met andere woorden, er is keuzemogelijkheid tussen verschillende kwaliteiten. En blijkbaar heeft in dit geval de gemeente de keuze gemaakt of ingestemd met een bepaalde klasse. Uit onderzoek van NH Nieuws is gebleken dat veel gemeenten compost verstrekken en vaak ook gebruiken voor eigen parken en plantsoenen. Zeker 19 gemeenten maken daarvoor gebruik van de compost van HVC. Daarmee verdwijnt dus ook het plastic in de gemeentegrond. De gemeenten zijn bovendien aandeelhouder van de afvalverwerker. In de algemene zin is het onverstandig om iets uit te delen of iets te verkopen of hoe dan ook, waarvan je vermoedt dat de kwaliteitseisen niet voldoen aan datgene wat de afnemer wil hebben. Ja, het is nog niet schoon genoeg. Het voldoet aan de keurmerknorm. En die keurmerknorm is nog weer strenger dan de wettelijke norm. Alleen als je kijkt wat het resultaat is, dan zie je dat het een resultaat is wat je eigenlijk niet met elkaar wil. Plastic in compost, moeten we dat willen? Dat moeten we absoluut niet willen. En daar moeten we ook alles aan doen om dat te voorkomen. Nee, waarom gaat het dan toch in het gemeentelijk groen? Omdat we gekwalificeerd compost krijgen om dat toe te voegen als voedingsstof. Kunt u niet zeggen dat willen we gewoon niet? Dat willen we ook niet. En daar gaan we ook alles aan doen om dat in de toekomst te voorkomen. Ik denk dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is dat we dat met geen van allen willen. We willen juist als deze generatie willen we naar onze kinderen toe een schone aarde opleveren. Zodat ook zij daarmee door kunnen gaan. En vandaaruit ook dat wij die acties ondernemen om die voorlichting daarin te geven. Maar zou je ook niet gewoon zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen van wij willen geen plastic in het compost? Nou, onze taak als gemeente daarin is die voorlichting voornamelijk. Om mensen er bewust van te laten zijn dat GFT-afval moet zijn en dat daar geen plastic in hoort te zitten. Nu stopt u plastic in de grond en dat wordt uiteindelijk ook weer duurder om dat er later uit te halen. Ja, dat is zo. Alleen het is echt een hiccup in een transitiefase. Dit is zeker microplastic. Dit kun je met blote ogen niet zien. Zo constateert Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation, die strijdt tegen plastic in het milieu. Hoe erg is het dat plastic via het compost op het land terechtkomt? Er is nog heel weinig onderzoek gedaan van wat plastic echt op de mens doet. Wetenschappers zijn absoluut wel bezorgd. Je ziet ook echt dat met name op proeven die met dieren zijn gedaan, dat daar wel effecten zijn. Dus dat bijvoorbeeld een vis die microplastic of eigenlijk nanoplastics eet, dus hele kleine deeltjes, dat effect heeft op de hersenontwikkeling en de hersenstructuur van zo'n vis. En dat hij ook gek gedrag krijgt, dus dat hij bijvoorbeeld heel actief wordt, een soort ADHD-mechanisme. Ja, en dat zijn wel mechanismes waar wij ons ook zorgen over maken richting mens. Het is gewoon een plastic zakje geweest of zo. Ja, vuilniszak. Ik weet zeker dat hier nog veel kleinere stukjes plastic in zitten. Krijgen we op dit moment al plastic binnen? Het is onmogelijk om geen plastic binnen te krijgen. We drinken plastic, we eten plastic, we ademen plastic. Plastic is overal, met name micro- en nanoplastic. Die concentraties nemen ook toe over de tijd, omdat we gewoon veel en veel meer plastic aan het gebruiken zijn met z'n allen. En dat is dus ook een ding van wat gaat dat over de komende 30, 40 jaar doen? En met name wat doet dat eigenlijk met toekomstige generaties? Een kind dat vandaag wordt geboren, de kans en de hoeveelheid plastic waarmee zo'n kind in contact komt is vele malen groter dan wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling als je denkt dat je goed bezig bent doordat je lekker compost ophaalt voor je moestuin en dat er allemaal plastic in blijkt te zitten. Ook bij partijen in de Tweede Kamer leidt het tot irritatie dat plastic in het milieu terechtkomt via compost. Op allerlei manieren proberen we de strijd tegen de microplastics te voeren, hè, de plastic soep.
En dan gaan we eigenlijk versnipperd plastic gewoon via de compost in de natuur brengen. Plastic is echt een serieus groot probleem. Is nu ook politiek erkend dat het een heel groot probleem is. Dan kunnen wij niet een aantal gemeentes bijna oogluikend zeggen van laten we die compost die wat minder van kwaliteit is, waar stukjes plastic in zitten, de grond in stoppen. Waarom moet er niet gewoon één compost zijn zonder plastic? Dat is allemaal een kwestie van vraag en aanbod. En dat is uiteindelijk iets waar wij niet over gaan. Dat is iets waar compostproducenten in relatie met hun afnemers over gaan. Als iets eigenlijk gewoon mag, dan kan iedereen dan ook zich daar een beetje achter verschuilen. Ik denk dat het goed zou zijn als iedereen in die keten zelf naar die compost kijkt en zegt, hey, is dit iets wat je in een moestuin wil hebben? Is dit iets wat je in een plantsoen wil hebben? Wat doet dit met de natuur? Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat er gewoon die strengere normen komen, waardoor het voor alle partijen in die keten glashelder is wat wel en niet kan. We gaan sowieso vragen stellen, maar ik ga ervan uit, en dat hoop ik eigenlijk ook wel, dat iedereen met een beetje gezond verstand gaat bedenken dat je dit niet zo moet doen. Ik heb Kamervragen hierover gesteld aan de staatssecretaris en zij zegt van nou, we hebben niet echt zicht op hoe groot dit probleem is en we hebben er regels voor. Ik denk, nu blijkt toch weer uit onderzoek dat het veel verder en wijder verspreid is. En dat je eigenlijk ziet dat een heleboel gemeenten het gebruiken in plantsoenen of zelfs het gratis weggeven. En dat is voor mij echt weer een aanleiding om nog een keer de staatssecretaris te vragen om toch hier echt actie op te ondernemen. Nul plastic in de compost. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Maar dan moeten we samenwerken om naar nul te gaan. Dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij juist alle mensen en inwoners van de gemeente heel hard voor nodig. Op het moment dat je nu weet van hey, plastic lekt naar het milieu via compost, ja, dan moet je daar maatregelen op treffen. En niet denken van nou, we wachten het wel af en het komt goed. Want daar krijg je heel erg veel spijt van. Gaat u volgend jaar gewoon weer compost gebruiken? Nee, ik denk het niet. Nee. Want ik vind het te erg eigenlijk. Ja. MUZIEK